Yo, beste kijkers van YouTube kanaal, vandaag weer een nieuwe video. Vandaag is GTA spierwit geworden. Jullie kunnen het zien, het heeft gesneeuwd. En ik kon het vannacht, zag ik het al meteen. Ik zat op een gegeven moment midden online te spelen en in één keer werd het mistig en alles. Nou, toen op een gegeven moment dacht ik van, laat ik eens GTA opnieuw opstarten. Op het moment dat ik GTA opnieuw opstartte, zag de stad er in één keer helemaal mooi wit uit, helemaal onder sneeuw. En dit is echt een cool gezicht. Het is jammer dat het nu een beetje donker is, maar ja. We gaan op dit moment naar de Mount Chiliad vliegen. En zitten we eenmaal op de Mount Chiliad, gaan we speciaal voor jullie een sneeuwballengevecht houden. Want dat is ook weer een nieuwe toevoeging. Nu het sneeuwt, kunnen we dus ook lekker sneeuwballen gaan gooien. Je hebt trouwens ook weer je vuurwerkraketten terug. Als je ze ooit had gekocht, dan krijg je gewoon de aantal die je had. Die krijg je ook weer terug. Je krijgt wel meteen tussen je wapens te zien. En dat is gewoon echt heel vet. Het ziet er echt vet uit. Ik miste alleen een beetje de potjes. Je weet wel, die sierwerk. De siervuurwerk of hoe die dingen ook heten. Maar ja, nou, dat maakt niks uit. Die zijn er nu op dit moment nog niet. Misschien komen ze nog wel, wie weet. Nu kijken we trouwens even van bovenaf zo een klein beetje. Want mijn raam is een klein beetje kapot, dus dat is best wel vervelend. Weet je wat ik heel even doe? Ik ga dat raampje er gewoon even uitschieten. Ach maar, even kijken. Ik land hem wel even hier op die berg. Of ik ga gewoon heel laag over die berg heen vliegen. Dan zie je er ook niks van. Ah, kijk, het is een mooie oplossing. We zijn bijna op de top, toch? Ja. Ja, kijk, hierboven is hij volgens mij, de Mount Chiliad. Nou ja, iets hier naartoe. Denk ik. Ik wil niet weten. Nee joh, we zijn er nog lang niet. We moeten nog een berg verder. We zitten nu pas bij een meer of zo, ja. Hij komt ervan. Ik zie echt te weinig. Maar ja, ik ga even zo het uitzicht laten zien op dit moment. Vanuit de cockpit, een beetje links en rechts gedraaid. En dan zien jullie ook hoe mooi wit het is. Ik had het ook echt niet verwacht. Je kunt ook af en toe merken als je gaat autorijden dat het wat gladder is dan normaal. Ik was namelijk gisteren ook bij een auto aan het rijden en op een gegeven moment moest ik even hard op de rem en toen begon mijn auto te tollen. Maar het is wel echt vet. Ik weet nog niet of de missies ook allemaal nu onder de sneeuw liggen. Dat zullen we nog wel op een later moment achterkomen. Maar dat komt allemaal helemaal goed. Dat ga ik allemaal nog heel even onderzoeken. Maar sowieso, op dit moment gaan we naar de top van de Mount Chiliad. Gaan we eerst een sneeuwballengevecht houden. En na die sneeuwballengevecht gaan wij jumpen van de Mount Chiliad. Nou, ik ga hem even hier landen. Komt ie. Een beetje een harde landing. Maar ja, we zijn er. Dan ga ik pas even sneeuw rapen. En dan komt ie. Ben benieuwd. Oeh, nee. Best wel moeilijk joh. Ja, die was raak. Die ook. Ben er niet. Ben er niet. Oeh. Smash mijn sneeuw op. Nee. Kom op. Oh. Oh, nee, 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 nee. Oeh. First person sneeuwballen gevecht. Echt nice om te doen. Nee. Oh. Hij heeft mazzel, joh. Komt hij weer. En oeh, die was raak. Ik weet trouwens niet waar je het meeste damage van krijgt. Ja! Oeh! Hey, het was dat die punten! Nee! Nee! Oh. Nee, hij heeft me gewoon! Doe nog één keer.
Nog een sneeuwballengevecht. Ik wil eerst sneeuw rapen. Kijk, als hij heel slim is, geeft hij zich gewoon over. Hij heeft nu sowieso minder levens dan mij. Oh, is het zo moeilijk om een sneeuwbal te raken? Oh, dat is sneeuw weer. Hij rent er gewoon vandoor. Ah. Waar is hij nu? Ah, kijk, onderhand gegooid. Nice. Dit zijn trouwens de vuurwerk launchers. En dit zijn de sneeuwballen. Staat trouwens gewoon dus, zoals jullie konden zien, gewoon tussen je wapens. Tussen die hele mooie scrolllijst. Hij heeft geen sneeuwballen meer. Dat is oneerlijk, hij gaat me slaan zonder sneeuwballen. Oh, haha, kan hem. Nou, dan ga ik één ding doen. We gaan even van deze berg af. Dat doen we op deze manier. We gaan hier even omlaag. En hier of hij mij ook volgt. Gaan we hier naartoe? Nee, even kijken hoor. Ik weet niet of hij al een parachute heeft, dus hij mag hem van mij pakken. Dan loop je hier gewoon vanaf. Wel heel langzaam, want anders leg je er zo vanaf. Maar ja. En dan jump je keihard omlaag. Maak de parachute open. Is hij gewoon erbij aan het schieten? Ik zie hem helemaal niet. Waar is hij ergens? Is hij boven mij of zo? Ik wil heel even een duik omlaag nemen, anders heb ik te weinig snelheid. En dan gaan we weer. Een mooie landing. Ik wil even kijken of ik nog een auto kan krijgen. Ik hoop het. Gaan we even een klein stukje rennen. En dan... Hier rijden al die auto's. Oeh. Ja, kijk, wat willen hebben die auto. Puta madre. Nou, die heb ik niet nodig. Stop. Oh, hij stapt netjes uit. Mooi zo. En zoals je kunt zien, ik heb op zich nog redelijk wat grip. Maar als ik nu moet remmen... Oh, het is hier nog niet echt glad. Deze auto die remt op zich nog best wel goed. Damn. Nou, af en toe is het wel wat moeilijker, maar ja. Wat gaat die dan doen? Oh, huh? Die is dood. Hoe dat dan? Is dat ook weer nieuw? Nooit meegemaakt.
En dit was dus eigenlijk een beetje wat het sneeuw met zich mee heeft gebracht. En ik hoop dat jullie deze video leuk hebben gevonden. Wil ik jullie ook allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan hoop ik echt tot de volgende keer.